heeft juist deze 96 poeskas uitgebracht. En hij is 3,5 miljoen munten waard. Ik zou hem willen kopen, maar ik heb hem gepakt. Zijn statistieken zien er bizar uit. Ik ga nu een team om hem heen bouwen met gebruik van dit wiel. En daarna gaan we een potje FC24 spelen. En als ik dat potje verlies, discard ik 1 speler van mijn team met elk doelpunt verschil dat ik verlies. Welke formatie gaat Poeskas in spelen? Ik ben heel benieuwd. Huh? Wat? Niet mijn favoriete formatie, maar laten we beginnen met een linker middenvelder. Er staan een aantal nieuwe dingen op het wiel, zoals een fut draft pick of YouTube beslist. Dan beslissen jullie dus welke speler. Voor nu mogen we opnieuw spinnen. Oké. In ieder geval, als hij op YouTube kiest, komt, dan gaan we dus naar mijn community page. En daarop kunnen jullie commenten wie ik dan moet nemen. We krijgen Icon. Nu heb ik een aantal icons die op links mid kunnen, zoals deze Sanchez of Dennis Bergkamp. En hoe graag ik deze Ronaldinho icon ook wil gebruiken, hij is veel te duur. Ik moet ook nog de rest van het team kunnen kopen. Dus ik wil gaan voor normale Ronaldinho, die ook al gewoon 1,3 miljoen is. Dus Ronaldinho, ik wil jou eigenlijk niet discarden, maar welkom in het team. Voor nu, dit is een hele goede start. Laten we gaan voor keeper. En het gaat worden iets goeds. Een clubkeuze. Dat betekent dat we elke keeper mogen kiezen die ik in mijn club heb. Nee, Ronaldinho gaat niet op goal. We kunnen Van der Sar kiezen of Donnarumma. Weet je, waarom niet? Laten we gaan voor Edwin van der Sar. Niet elke pick hoeft duur te zijn of moeilijk, maar dit team is 4 of 5 miljoen waard. We gaan Chris Kools, laten we gaan voor de centraal aanvallende middenvelder. Ik ben benieuwd. Jongens, wat vinden jullie van dit soort nieuwe video's? Ik vind ze heel leuk om te doen. Een random transfermarkt speler. En dan ga ik nu alvast kiezen. Ik wil pagina 3, speler 8. En voordat we het gaan doen, ik mag 1 keer stick or twisten. Dus ik mag 1 keer kiezen of ik opnieuw dit wil doen. Pagina 3, speler 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Dani Olmo. Oh, bijna Baggio. Weet je, ik wil het nog een keer doen. We gaan voor pagina 6, speler 7. Pagina 5, pagina 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. James Maddison. Het is beter dan Dani Olmo, maar ja, het is nog steeds niet al te best. Op naar de rechtsmid. Ik blijf dit leuk vinden aan dit wiel draaien en gewoon hopen dat je iets goeds krijgt. We krijgen een respin alweer. Oh. Het probleem met respinnen is dat ik moet blijven praten. En ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen op het moment dat we opnieuw respinnen. We gaan een speler van de transferlijst halen. Nog een speler op de transferlijst? Ik heb 2 spelers. Ik heb Gabriel Martinelli of Kolo Muani. Kolo Muani? Ik kan op rechts mid. Ik ben oprecht blij met deze kaart. Ik ben zo fan geweest van Kolo Muani in het begin van deze FIFA. Tot nu toe ben ik best tevreden met het team. Het is wel duur. Dus als ik spelers moet discarden, alsjeblieft laat het of mijn cam zijn of mijn rechts mid. Dat vind ik helemaal prima. Laten we gaan voor de eerste centerback. Ik heb geen idee wat ik hier zou willen. En ben ook benieuwd wat we krijgen. We krijgen... Oh, geen brons. Goud, oké. We moeten hierover nadenken. Het moet dus Premier League en Frans zijn eigenlijk. Premier League en Frans. Varaan bijvoorbeeld. We nemen Varaan. Oh, ik had besef me nu. We hadden ook gewoon Big Man Virgil kunnen pakken. Oh, die is zoveel beter. Nou, Varaan, ik heb al gekozen. Welkom in het team. Andere centerback. We gaan er hard doorheen. En de andere centerback is... YouTube bepaald. Dus dat heb ik aan jullie gevraagd. Kies een centerback voor in mijn team. En terwijl we wachten op die reacties, laten we verder gaan met een center mid. Een center mid icon zou ik fijn vinden. Een center mid van meer dan 1 miljoen munten. De Zidane waar tegenwoordig. Zidane is nog maar 500.000 munten. Oeh, we kunnen gaan voor Frenkie de Jong. Eberle is ook een goede speler voor die prijs. Ja, Mires kan ook. Frenkie de Jong is dus net onder 1 miljoen. Dus die mogen we eigenlijk niet nemen. Eberle daarentegen, die is net boven 1 miljoen. Dus ik denk dat we voor haar moeten gaan. 1,1 miljoen Eberle. Welkom in ons team. Oh, dit team wordt duurder en duurder. En ik wil die spelers allemaal niet discarden. Maar ik denk dat ik geen keuze heb. Laten we gaan voor de andere center mid. Goed, de volgende speler. Ik wil nog even wachten met het kijken naar jullie reacties. Want ik wil jullie iets meer tijd geven. Een speler... Een blinde packpick. Ik wil het hetzelfde gaan doen als de vorige keer. We hebben hier dit keer 4 categorieën waar we uit kunnen kiezen. Dus Siri bepaalt. Hey Siri, kies een nummer tussen 1 en 4. Het antwoord is een 1. Promo pack, zo. Er zijn 10 verschillende soorten packs. Van 30.000, 21.000 munten tot en met 600.000 munten. Dus Siri bepaalt. Hey Siri, kies een nummer tussen 1 en 10. Het antwoord is 3. 3. 1, 2, 3. Een halftime rare players pack plus. Wat een naam. Goed, we hebben hem geopend. Alsjeblieft, geef me wat goeds. Een goede centimeter. Is dit Modric? Dit is Modric. Daar ben ik best wel blij mee. Luka Modric, welkom in ons team. Nog 3 spelers. 1 centerback en een spits. En een jullie keuze natuurlijk. Laten we gaan voor de spits. Wat krijgen we als spits? Gaan we de keuze krijgen?
spin opnieuw. Respinnen hebben we al zoveel gehad deze video. Ik ben gewoon benieuwd wat we nu krijgen. We krijgen Icon, oké. Okay. Heel veel icons die we kunnen nemen. We kunnen vragen voor Pelé, R9, Thierry Henry. Maar er is nog een speler uitgekomen in deze promo die ik ook heb gepakt. Didier Drogba. Nog een kaart van 400.000 munten. Ik bedoel, hey, het is niet gierig. Ik wil hem gaan gebruiken. Drogba in het team. En ons team is bijna klaar. We missen alleen nog een centerback. Daarvoor wil ik teruggaan naar de comment. Hij staat 8 minuten online en 11 van jullie hebben al gereageerd. Oh, Maguire. Oh, Maguire. Harry Maguire. Iedereen wil Harry Maguire. Harry Maguire. Weet je, jullie willen me gewoon niet goed zien. Ik denk dat het is Harry Maguire, man. Jongens, jullie hadden me hier moeten helpen. Kom op. Dan hoop ik in ieder geval op een goede centerback om het af te sluiten, want Harry Maguire kan versterking gebruiken. Alsjeblieft, een goede centerback om het af te sluiten. Een clubkeuze. Wat heb ik in mijn club van centerbacks? Wat? Vidic? Virgil? Cordoba. Ik was helemaal vergeten dat ik deze kaart had, joh. 300.000 munten. Laten we hem een keer gebruiken. Cordoba in het team. Dit is ons uiteindelijke team. Oprecht, ik ben niet ontevreden. En er is risico dat we iets mindere spelers hoeven te discarden. Zoals Madison, Colomuani of Harry Maguire. Goed, het is game time. Elk doelpunt waarmee ik verlies wordt een random discard uit dit team. Ik hoop gewoon dat mijn tegenstander een niet te goed team heeft. Want dit is ook nog eens mijn promotiegame naar Divisie 3. Oh, alsjeblieft, wees niet te goed. Oh, het is best wel een goed team. Oh, nee. Ik ben benieuwd wat Puskas kan. En op binnen 5 minuten komt mijn tegenstander met de eerste kans. Oh, daar komt mijn tegenstander, Raul. 1-0. Oh, hij laat er geen gras over groeien. En als Raul dan kort daarna nog een doelpunt tegen me weet te scoren. Oh, Raul. Oh, jongens, ik word kapot gemaakt. 2-0, dat betekent toch 2 discards. Moeten we echt gaan hopen op een eventuele comeback? Maar mijn tegenstander was daar net iets te goed voor. Carlos. Roberto Carlos, daar staat Varaan tussen. Oh god, Harry Maguire. Oh god. Maar hierna begonnen we daadwerkelijk kansen te creëren. Puskas. Puskas! Drogba. Drogba. Oh, wat een redding. Maar toen kregen we een corner mee. Oh, op de lat gekopt. Uit het niks. Harry Maguire van iedereen. En het ging echt heen en weer. Raul. Raul en dan de blok. Maar toen gaven we deze briljante paas. Drogba. Naar Puskas. Puskas. Maak er één bij. 2-1. Kom op. Vinicius. Naar binnen. Vinicius nog steeds, legt hem dan af. En dan, oh, daar is Cordoba. En als we dan nog een keer doorbreken. Bal naar Puskas. Puskas! 2-2. Ferenc Puskas maakt het gelijk. Is die gelijke stand helaas niet voor lang. Best. George Best, oh, 3-2. En dan is het voorbij. En verliezen we 3-2. Oh. En dit is waarschijnlijk nog hetgene waar ik het meest mee zit. En dat betekent wel 1 discard vandaag. Alsjeblieft. Ik smeer het je 1 keer. Laat het Harry Maguire zijn. Kies een nummer tussen 1 en 11. Het antwoord is 7. 7, Colomuani. Oh, gelukkig. Oh, met alle liefde. Oh, doei, Colo. En als je deze video leuk vond, abonneer dan even. En klik hier als je wil zien hoe ik dit met Son heb gedaan.